communicatie een heel handig tool. Het begint altijd als ik zeg tegen de klanten van, bon, wat is uw stijl? Dan is het zo van, tijdloos. Maar wat is tijdloos? Je wordt aangesproken door een setting. En dat is wel de sterkte van Zulk Verhaal. Ik vind het tof dat je er kunt doorbladeren zonder veel te moeten lezen. En dan, als er je echt iets interesseert, er dan op kunnen doorklikken. In plaats dat je heel de encyclopedie leest om te weten wat je stijl is, selecteer je en filter je. Ik denk dat het superhandig is dat je inderdaad je stijl kan kiezen, dat je direct kan doorklikken naar verschillende andere foto's in dezelfde stijl. Buiten dat je anders 1001 boekjes moet kopen om misschien eventueel iets te vinden dat je aanstaat. Door die filter, door de eliminatie van dat zie ik niet graag en dat is niet voor mij, ja, kom je terecht in wat je echt effectief ook zoekt. Het is een interessant concept in ieder geval. Hoe voor wat inspiratie op te doen, altijd interessant. Ons grootste sterkte is fotomateriaal. Ja, mensen kijken altijd naar foto's. Hè. Iedereen ziet natuurlijk graag binnen bij anderen. En als ze iets mooi vinden, ja, dan willen ze beter weten wie dat is. Ik vind het een heel belangrijk argument dat je niet onmiddellijk te zien krijgt wie de ontwerper is, maar eerst het beeld, omdat je... Ja, het beeld op zich, wat u ziet, daarover gaat het. Dat je dus niet eerst beïnvloed wordt door het merk of door de ontwerper of de architect. Dus dat je echt op je gevoel kan afgaan zelf, zonder bevooroordeeld te zijn.